Maar eerst, Ivan, moeten we naar Kazan, de stad in Rusland. Ik had er nog niet zo heel vaak van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar er gebeurt iets belangrijks deze dagen. Ja, zo'n 700 kilometer ten oosten van Moskou ligt dat. En daar komen de regeringsleiders van de BRICS-landen bijeen. Dat is, klassiek uit de boekjes weten we het, het blok van opkomende economieën. En Rusland is momenteel het voorzitterschap daarvan. En dus vindt die bijeenkomst daar plaats. Andere deelnemende landen zijn onder meer Brazilië, China, India, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. En die sturen in veel gevallen hun hoogste leiders. We gaan naar buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. En Poetin is dus de gastheer daar. En die zal toch blij zijn dat de Xi's en dergelijke van deze wereld allemaal die kant op komen. Wat heet? Het Kremlin noemt dit meteen een van de grootste economische bijeenkomsten ooit. Klinkt een beetje Trumpiaans, als ik het zo hoor. Maar zo zien ze het wel. Het is natuurlijk voor Poetin, ja, dat geeft hem een gevoel van enorme overwinning. Hij kon zelf niet naar de vorige bijeenkomst in Zuid-Afrika, omdat hij, zoals je weet, op het opsporingsregister staat van het strafhof. Ja. En daar is Zuid-Afrika lid van, dus die had hem dan moeten arresteren. Maar nu iedereen naar Kazan komt, dus naar Rusland, ja, nu is het voor hem ongeveer het omgekeerde. Ze komen allemaal naar hem toe. Er zijn bij elkaar ook een heleboel bezoekers die niet noodzakelijk lid zijn. Iets van 30 landen, waarvan 20 staatshoofden. En ook Guterres van de VN, die komt. Ja. Dus het is een mooie vertoning voor hem. Ja, tot irritatie van Oekraïne geloof ik dat Guterres die kant op gaat. Ja, want ja. Die zeggen hij wilde niet komen bij onze vredestop, maar hij gaat wel daarheen. Ja, dat nemen ze hem zeer kwalijk. Ja. Guterres is, moet ik zeggen, heeft de neiging om soms wel rare dingen te zeggen en rare dingen te doen. Ja. Dus niet, wat dat betreft niet de allerbeste secretaris-generaal ooit. Maar het signaal is belangrijk. Ja. Ik denk dat hij zich vooral concentreert op de gevoelens die bij de belangrijke leden China en India leven over Oekraïne. Omdat die steeds maar ook bij Rusland aandringen op het zoeken naar een bestand. Ja. Die willen van die oorlog af en die nemen ook geen standpunt in daarin. Nee, en die oorlog zal denk ik ook zeker niet de boventoon voeren daar in Kazan de komende dagen. Nee hoor. Nee, dat denk als het al besproken wordt. Ja. Ja, het zal wel worden besproken. Dat kan bijna niet anders. Maar er zijn allerlei andere dingen die ze willen bespreken. En dan kom je al meteen aan de rommelige organisatie die BRICS eigenlijk is. Mm-hmm. Je weet het, de term is verzonnen in 2001 door een van de Amerikaanse beleggingsbanken. En werd gebruikt bij het idee dat de landen waren, die opkomende markten waar je in moest gaan investeren. Nou, na de financiële crisis zijn ze daarop teruggekomen, omdat je er als belegger eigenlijk geen cent kunt verdienen. Maar toen is het een eigen leven gaan leiden. En er zijn allerlei, ik zal maar zeggen, deelbelangen. Rusland en Iran gaan onderhandelen over een nieuw defensieverdrag, waarbij, en dat is behoorlijk stevig, waarbij Iran bijvoorbeeld ook gevechtsvliegtuigen en tanks en zo wil van Rusland. Andere landen, dus China, ziet dit veel meer als een poging om te laten zien dat er een nieuwe economische leider in de wereld is, namelijk China. Ze praten ook allemaal over het idee dat ze misschien een alternatief kunnen invoeren voor de dollar. Dat lijkt me helemaal een slag in de lucht, maar ze praten er nu al een paar jaar over, omdat ze eigenlijk buiten het SWIFT-systeem om willen. Zie maar eens de Braziliaanse, de Iraanse en de Russische munt in een nieuwe valuta te krijgen. Dat gaat ze natuurlijk nooit lukken. Maar goed, dat zijn zo'n beetje de onderwerpen die daar op de agenda staan. En uiteindelijk komt niet zoveel uit, Ivan. Maar het is wel het is een mooie politieke vertoning. Ja, een mooie show inderdaad. En origineel dus, je zei het al, een economisch samenwerkingsverband. Ze zouden misschien ook wel een soort van vuistje willen maken tegen NAVO-achtige samenwerkingen. Het klopt, en dat is bijvoorbeeld iets dat China heel duidelijk voor ogen heeft, en Rusland ook, misschien Iran ook wel. Mm-hmm. Om te laten zien, er zijn andere grote machten. Van die landen die deelnemen, is eigenlijk China de enige die dat met recht kan zeggen. Mm-hmm.
Rusland stelt militair vergeleken bij de Verenigde Staten nog steeds niet veel voor. En die andere landen ook niet, Iran ook niet. Saudi-Arabië, dat is uitgenodigd om lid te worden. Misschien ietsje meer, maar ook niet echt. Brazilië ook niet. Dus het gaat wat dat betreft om de positie van China. En dat is waar China ook in al die bijeenkomsten van BRICS voortdurend de nadruk op legt. Hè. Wij zijn het belangrijkste land eigenlijk op het ogenblik. En als je kijkt naar deze landen vertegenwoordigen wel iets van 45% van de wereldbevolking. Mm-hmm. En ik geloof bij elkaar iets van 35% van de totale economie. Dus ook, het is ook weer niet niks. Nee. Nog even praten over Erdogan, misschien wel interessant. Die is er ook aanwezig. Hè? Die heeft geloof ik deze maand lidmaatschap aangevraagd van BRICS. Ja, die heeft solliciteerd. Ja, want die zegt de EU mot ons niet, dus ze komen wel bij jullie. Ja. Zo ongeveer. Het is ook wel een beetje zo dat het beleid van Erdogan voortdurend is om overal een beetje zijn vingers in te hebben. Hè? Want hij is natuurlijk ook het op één na grootste lid van de NAVO. Mm-hmm. Wat dat betreft zijn er ook wel weer wat scheve ogen uit Washington dat hij dit doet. Maar daar is hij, dat is toch een beetje zijn handelsmerk. Ja. En inderdaad, de EU wil hem niet. Die onderhandelingen die zijn al jaren geleden vastgelopen en dat gaat ook niet meer goed lukken. En hij ziet in BRICS misschien een alternatief, hoewel ik denk dat hij slim genoeg is om te weten dat het meer een soort papieren tijger is dan dat het echt iets voorstelt. Ja. Oké, bijeenkomst duurt 3 dagen. Los van wat mooie foto-ops, wat gaat hier nou uitkomen? Een verklaring dat de wereld moet uitkijken naar de groei van deze landen. En als je nou de hoofdleden hiervan, als je daar de bruto nationale producten van optelt, dan zijn die samen al wat groter dan de G7. Mm-hmm. Dat is niet zo gek. Denk weer aan China met zijn enorme grote onderdeel in dit geheel. Maar dat zal de boodschap zijn. De wereld bestaat niet alleen maar uit westerse democratieën die elkaar de hand boven het hoofd houden. Maar er zijn landen die veel belangrijker zijn, zoals wij. En ook wij drukken een stempel op de wereld. En dat gaan ze de komende dagen laten zien in Kazan. Dankjewel, BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app.